Dan geven we nog een keer de mooie publiek hier. Want massa-onderwerp is veel meer dan wij denken. Het krijgt veel meer budget en verdiening voor veroorzaken. Sjoepio, dit is foto van mij. Wat denk je dat dit is? Is dit Sittemeeuwen, het nieuwe sociale waterfluim? Of is dit Stingen, het nieuwe visserslag? Ja, maar Sittemeeuwen of Sittemeeuwen? Ja, dames en heren, keuze maar. Oké, de meesten die zien, die hebben het goed. Applaus! Het is namelijk het visserslakje, nooit zien de vader. Maar dat is nog net, want ze hebben de lachjes gemaakt zodat elke leer het boos checken. Nou, is het zo dat het visserslakje een onderdeel is van de Nijproject voor de Riepse Wiek. Verschillende individuele projecten kom je wel voor, want ze mooie werken bouwen immers. Je mag nog zitten weer. We hebben vragen van het panel. Er is een Nijbestemmingsplan, mooie Nijbouwlocaties. Welke bouwlocatie is net correct? Is het A. Riepse Staten onder het Seniorenflat van Treinheen onder Riepse Wiek, jaren bij het project Massen onder het Web. Of is dit B. IJsbaan staat. Een luxe wente op het jaar. Jongen de IJsbaan en de wente van Marken met de ponies van Siebe en Annemantje. Of is dit C. Jerenbaron. Het stikgroen, jongen met waterzoens en de Pieters Wetsvlak. Met de waterjes te bouwen zullen vaak jonge gezinnen. Of is dit D. Spruitsenhuisjes. Onderschat de kinderfamilie van de waterjes. Ziet maar. A, B, C of D. Ja, dat weet ik. Want die ouderen hebben al een appartement in optie in die nieuwe seniorenflat in Riepsterstraten. En vreugde van mijn ouderen zullen IJsbaan staten bouwen. En wij zelf leren vanzelf op het Jerenbarenloon. Dus dit is D net correct. Nee, sorry, dat klopt net. Wat? Nee. Wat? Net! Het is de eerste dat C klopt het net. Want we hebben heel lang die Jerenbarenloon. Wel heel goed, maar dat is helemaal door. Nee, IJsbaan staten komt er net. Want we hebben die ponies en we moeten zelf sneuven in dat dingenplankje hier. Nee, ik nu het is A, de Riepse Staten. Ik dacht wel, wat met al die oren die dat beter van de Riepse Wiek. Nou, Fiskie, Bootsievader, van Giertje, Utsje, Griertje, dat. Nou, Dreyon, goed. Ja, applaus in de punt. Ja, geweldig, goed zo. En hoe kun je dan het bij jou allemaal een optie hebben? Nou, dat is net die Mars, omdat hij ging bouwen. Goed, Elke zat nog spiel uit 4 punten. Dan gaan we terug naar de laatste vraag om te beslissen wat Boen had. Vraag 1. De zelfhealingpraktiek van Jan en Jan Schoorsinga onder Riets, die is goed. Ze binnen meer, want elke keer keer het ook zelfs. Goed. Nou is het plan om er een ijshoorn van te maken als aanste massen onder het wetland. De vraag is het bier of net bier? Ja, dat is het bier, want ik weet toevallig dat van dit jaar uit Lauwtje komt mij hier zo. Nee, dat is windtolen. Wat bedoel je? Nou, wat ik zeg. Ja, bedoel je dat van dit jaar maar iets aankomt of dat Dree fout had? Dree had het fout. Het is windtolen. Ek een iets die je komt, mooi zien is. Nee. Oors komt erin. Want de gemeente die wil meer actie voor de jongeren. Nee, Jan en Jansje willen naar buiten en naar de drie die gewonnen die hier zijn. Nou, Martien, dat is goed. In je punt. En applaus. Nee, wij hebben nog een vraag. De tweede vraag. Welk dorp had de letter Kwieten? Duinen? Het hier van mijn eerste, hè? Duinen.
dat is het. Nou dan? Nou, het is maar zo'n zelfs. Nou, de bevolking in Marsum, die komt weg. Dus er komen wel een escort. Oh, nee. Het is wel Marsum, maar net tegen. Het haalt de kruin met de kaart van het Fries of het Hollands. En Marsum is een wiel van Fries, dus zal dat dan. Kijk. Nou, Bali had het goed, je punt. Mag ik niet? Nee, ik ben Bali niet, hè? Mag ik niet, hè? Oké, ik heb nog een laatste vraag. Vraag 3. In Kwakkum komt Marsum bij de EO op de televisie. Ach, ja. Komt dat terug? A. Het aantal EO-leden in Marsum spectaculair groeit is. Zoeken ze aan Joop's kabinet aan. Of is het B. Omdat Rembrandt van Rijn in Marsum in had. Is dat waar? Wat? Ik dacht dat er in Amsterdam bij de hand. Ja, dat klopt. Oh, ja. Ze hebben van de EO gezien voor Rembrandt opnaam. Hierin komt dat slot. Ja, dat is Martine, op Engel. Dat degene die de quiz goed had, Martine Mel is. Hartelijk graag. Ja. Dan krijg je 1000 euro. Hoera. Om goed te jouw boedel. En ben ik zelf een boedel? Nee, Martine, sorry. Maar dat was dan een lijstje sociaal wacht voor. Want ik kon vragen. Net hadden bij de Rabobank. Nou ja, dan moet dat maar. Dan heb ik zelf tenminste niet op het ogen. Nou, geweldig, Martine. Dank u wel. Nou, moet ik nou even mijn panel bedanken voor haar belang deze morgen. En graag een applaus. Martine Mel, Dree van Andijn, Bali A en Polanke van Jasperen. Dank u wel, mensen. Dit hier. Waarom de vrije en dezelfde vraag die dan wel is. Bedankt voor het zin en alvast gelukkig bij je. Thank you.